Het Suriname Agriculture Market Access Project, SAMAP, heeft vandaag een workshop gehouden voor haar belanghebbenden getiteld The Value Chain Platform Inception for Roots, Tubers, Fruit and Vegetables. Roots en tubers zijn wortels en knolgewassen. SAMAP is een ontwikkelingspartnerschap van de regering die wordt gefinancierd door de Europese Unie, de EU. De belangrijkste counterpart van de organisatie is het ministerie van LVV. Het doel van SAMAP is de duurzame agrarische ontwikkeling in Suriname te versterken door middel van een meer concurrerende en veilige productie en een betere toegang tot de markt. Op 5 juli 2019 is de handleiding om in aanmerking te komen voor een Matching Grant Facility, een MGF, gepresenteerd aan de belanghebbenden van de SAMAP. De MGF is een ondersteuning naar boeren toe in de vorm van equipment. In navolging van de presentatie zijn op de workshop vandaag 4 subsectoren belicht. Minister Robin Permisser van LVV heeft de opening verricht. Het ministerie stelt volgens hem alles in het werk om de ontwikkeling van de agrarische sector ter hand te nemen. Verder moet de ondersteuning, welke wordt geboden door de Europese Unie, waardevast zijn. Vandaar dat de waardeketen goed moet worden geformuleerd voor de producenten, met name de landbouwers, zodat zij zich ervan bewust zijn dat zij deel uitmaken van het proces.